Dat als we hier misschien over 3 maanden weer staan, dat de zaak is opgelost. Daar wil ik nog wel een wetje met je over afsluiten. Als geen ander bijt Peter R. de Vries zich vast in onopgeloste moordzaken. Het nieuws van de aanslag komt dan ook hard aan bij veel nabestaanden die de Vries bijstond. Het is ongelooflijk schrik. Gewoon er vannacht slecht van slapen. En niet te bevatten eigenlijk. Zijn vader, Henk Opentij, werd samen met een vriendin in 1997 vermoord in een woning in Noord. 15 jaar lang zette de Vries zich in voor de zaak. Deze mensen zijn gewoon afgeslacht en het waren weerloze, onschuldige, oudere mensen. Dus moet je zeggen dat deze mensen om niets, nodeloos, uit het leven zijn gestoken. Dankzij een belangrijke tip aan de Vries komt de politie de daders op het spoor. Iets waar de familie hem zeer dankbaar voor is. Ik hoop van harte dat hij herstelt. En met name ook voor zijn familie natuurlijk. Ook de familie van de vermoorde Rosleni Magdalena uit Holendrecht laat aan AT5 weten zeer aangeslagen te zijn. Tot op de dag van vandaag heeft Peter ons bijgestaan. Ik hoop met heel mijn hart dat hij het redt. Daar bid ik voor. De Vries is tegenwoordig ook vertrouwenspersoon voor kroongetuige Nabil B. Zijn broer en advocaat Wiersum werden vermoord. Of dat in verband staat met de aanslag op de Vries is onbekend, maar al deze incidenten schaden de rechtsstaat. Advocaten maken zich uiteraard zorgen. We hebben eerder de moord op meneer Wiersum gehad, mijn collega. Ja, en dat tast het veiligheidsgevoel aan. En als dat gebeurt met mensen die in de rechtsstaat werkzaam zijn, ja, dan wordt het wel moeilijk werken. Volgens Korver zijn er ook slachtoffers die door deze incidenten geen rechtszaak aandurven. Ik kijk daar met grote zorg naar. Want op het moment dat mensen uitstappen, ja, dan krijg je een soort afrekencultuur die we hier eigenlijk niet willen hebben. Waarvan wij denken dat die alleen maar in Zuid-Amerikaanse landen dan wel ergens in het Oostblok plaatsvindt, maar niet hier.